Goedemiddag allemaal, welkom bij deze webinar Digitale Geletterdheid. We hebben al een aantal webinars gehad. We hebben ook een algemene gehad waarin we het totale proces van curriculum nu aan de orde hebben. Vanmiddag gaan we inzoomen op digitale geletterdheid. Mijn naam is Theo Dauma, ik ben voorzitter van curriculum.nu. Misschien dat jullie jezelf even kunnen voorstellen. Ja, mijn naam is Gijsbert van Doorn, ik ben in Kampen voor de school. Als speciaal onderwijs wordt gegeven, SO en VSO. En vanuit die hoedanigheid doe ik mee aan curriculum. En ik ben Sabine Duimelink. Ik werk op de Nassau in Breda. Ik ben docent Nederlands en de Nassau is ontwikkelschool voor curriculum. Ja. En Gijsbert, jij zit in het ontwikkelteam. Ja, ontwikkelteam digitale geletterdheid. Ja. En je hebt ook nog een beetje een bijzondere positie, want je hebt leraren vanuit het basisonderwijs, leraren vanuit het voortgezet onderwijs, maar jij het speciaal onderwijs. Ja, en daar was ik heel blij mee, want speciaal onderwijs moet ook goed vertegenwoordigd zijn in alle plannen. Absoluut. Ja. Ja. Wat gaan we vanmiddag doen? Het werkt eigenlijk alleen maar een webinar op het moment dat jullie meedoen. Dus wij kunnen hier inderdaad van alles en nog wat toelichten. Hartstikke belangrijk. Maar het wordt veel leuker als we een stukje interactie krijgen. Dus graag vragen. En wij verwachten eigenlijk bij de digitale geletterdheid allemaal mensen die geschoold zijn in webinars. Het zou heel fijn zijn als jullie zo snel mogelijk allerlei vragen aan ons gaan stellen. Als we naar de inhoud gaan. Eigenlijk wat we willen doorlopen zijn een aantal de doelen en processen loop ik even kort langs. Wat is nou het opbrengst van het proces van het ontwikkelteam geweest? Waar we natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar zijn. Wat zijn de veranderingen die zijn voorgesteld? Hoe ziet het vervolg eruit? Nou, en we hopen dat vragen en antwoorden komen aan het einde, maar die proberen we ook tussentijds zoveel mogelijk te beantwoorden. En uiteraard wat jullie er zelf ook kunnen doen. Waarom deden we dit ook alweer? Eigenlijk is het betrekkelijk eenvoudig. Hè? We hebben al kerndoelen. Alleen die kerndoelen die zijn vanaf 2006 ontwikkeld. En er zit ook nog een nadeel aan die kerndoelen. Die zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs apart en het voortgezet onderwijs apart. Nou, ik begrijp wel dat op het moment dat je dan een doorlopende leerlijn wil hebben, dan loop je tegen allerlei problemen aan. Maar omdat die dingen ook van 2006 zijn, zijn ze ook al relatief oud. In het buitenland vernieuw je dit één keer in de 5 jaar, één keer in de 10 jaar. En het werd echt hoog tijd om ze weer te actualiseren. De Kamer, de minister, die vinden dit heel erg belangrijk. En die hebben er ook een aantal nieuwe dingen aan toegevoegd. Dat maakt het ook wel van belang dat we het in samenhang bekijken. Van tussentijd zijn er wel allerlei veranderingen geweest met eindexamens. Maar dat ging om één stukje van het curriculum. Maar nu zijn er 2 hele nieuwe leergebieden aan toegevoegd. Digitale geletterdheid en burgerschap. En omdat we die hebben toegevoegd, moet je ook totaal heel goed gaan kijken, zodat er niet overladenheid kan ontstaan. Eigenlijk is het betrekkelijk eenvoudig. Hè? De kerndoelen die straks ontwikkeld gaan worden op basis van wat we hier hebben gemaakt in de bouwstenen, die moeten de leerlingen beter voorbereiden op de toekomst. Die moeten toekomstgericht zijn. Moet iedere school in Nederland mee uit voeten kunnen. Dus een heel klassiek onderwijsconcept, maar tegelijkertijd ook een heel vernieuwend onderwijsconcept. Beide moeten hiermee aan de slag kunnen. Wat voor ons ook heel erg belangrijk was, in Nederland heeft een heleboel verschillende onderwijsconcepten. Die pluriformiteit zijn we hartstikke trots op. Maar het is ook belangrijk dat je het wat beschrijft, zodat als je in een school in Maastricht gaat of in Leeuwarden, dat je in ieder geval dezelfde soort doelen hebt. Nou, daar gaat dit ook over. Het hoe, dat is aan de scholen. Heel belangrijk, dat is echt een belangrijk uitgangspunt. Wij focussen op het kennen en het kunnen. Wat ik al zei, de doorstroom willen we proberen te verbeteren. Enerzijds van de basisscholen naar het voortgezet onderwijs, maar natuurlijk ook daarna richting MBO, HBO en WO. We zullen er ook heel erg op letten om de overladenheid terug te dringen. Dat kan natuurlijk al doordat je dingen gaat afspreken, hè, in de loop van een doorlopende leerlijn. Maar ook in de fase hierna, daar kom ik straks later nog op terug, zullen we ook proberen die overladenheid ook in kaart te brengen en zichtelijk te krijgen. En op die manier aan de voorkant al te voorkomen
dat overladenheid gaat ontstaan. Krijgen we een soort van kerncurriculum. En het doel is om 70% van de onderwijstijd te beschrijven. Hebben jullie ook als ontwikkelteams dat onderricht gekregen, zodat je 30% als school zelf kan invullen, daar keuzes in kan maken. Nou, dat kan je doen bijvoorbeeld levensbeschouwelijk, maar je kan het ook aan de hand van een bepaald onderwijsconcept doen. Maar je kan ook zeggen van, goh, mijn doelgroep heeft op dat en dat onderwerp, hebben ze meer ondersteuning. Nou, dat zijn zeg maar de doelen. En toen gingen we met z'n allen aan de slag. En misschien dat jullie daar wat over kunnen zeggen. Kan jij vertellen het proces wat jij als ontwikkelteam hebt doorgemaakt en meegemaakt? Wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie het gedaan? Ja. Nou ja, je begint op een gegeven moment met opdracht zoals je hem beschrijft. En wat digitale geletterdheid betreft, omdat er nog geen inhoud is eigenlijk die officieel vastgelegd is. Zijn we begonnen met een visie om te kijken van, nou, wat is dan onze visie op dit ontwikkelgebied? We hebben bijvoorbeeld in de media gekeken, wat zie je zo al langskomen. We hebben de domeinen die er al zijn van SLO bekeken. Andere curricula van andere landen hebben we bekeken. Zo is het, zeg maar kom je tot een begin van, oké, dan zou dit er ongeveer in moeten gaan komen. En als je helemaal een grote gemene delen hebt, wat moet er ongeveer in komen, dan ga je vanzelf weer naar, ga je het wat kleiner maken, zou je kunnen zeggen. En kan je iets vertellen over dat ontwikkelteam? Hoe ziet dat eruit? Wie zijn daarbij betrokken? Ja, er zitten mensen uit PO en VO zitten erin, leerkrachten. Er zitten schoolleiders in, PO en VO. Het is eigenlijk een hele brede groep. Nou, we hadden dan mensen uit praktijkonderwijs, mensen uit speciaal basisonderwijs. Maar ook iemand van een gymnasium, iemand van een VMBO. Werkelijk heel veel geleerd. En alleen leraren of zitten er ook nog andere mensen bij? Primair leraren en schoolleiders. Dat zijn de twee die er eigenlijk wel in zitten. En wat ik zelf heel leuk vond, is dat je op voorhand had ik gedacht, de mensen uit VO, die zullen wel heel anders erin staan dan PO. En helemaal als je uit het speciaal basisonderwijs komt. En eigenlijk was in de eerste sessie al was er heel snel al een afstemming van, maar we hebben het eigenlijk over dezelfde dingen. En dat was wel heel mooi, zodat je die doorgaande leerlijn hebt. Het ging niet over heel andere dingen. Dus we hadden elkaar heel snel gevonden op de grote gebieden van, maar hoe ontwikkelt een kind? Wat zou nog goed zijn voor de toekomst? En wat doe je dan wel, wat doe je daar niet? Dus eigenlijk is het een heel mooi gebalanceerd team zoals het gemaakt is. En kregen jullie daar ook ondersteuning bij? Ja, er was ondersteuning vanuit de SLO, een deskundige begeleiding, dat is Hans de Vries. En daarnaast een begeleider die eigenlijk meer keek van, hoe gaat het proces en hoe zorg je dat je in een flow blijft zo door een jaar heen? Want dat zijn eigenlijk wel dingen waar je als leerkracht geen ervaring mee hebt. En wat heel prettig is, dat op een gegeven moment wordt aangezust. Nee, je moet nou hierop gaan letten. Hey, maar als team moet je nou hierop letten. Of, jullie hebben dit gezegd. Als ik nou jullie op deze manier hoor, hoe verhoudt zich dat dan? Dus ook op die manier is op een hele prettige manier eigenlijk begeleiding gegeven. Maar het was dus leraren aan zet, zeg maar. Ja, het was eigenlijk, we hebben een aantal keren ook gehad, bijvoorbeeld door de begeleiding met, wij denken dit. Uiteindelijk is het jullie keus, dus zeg het maar. En dan was het inderdaad, we hebben keren gehad dat het letterlijk was met hand opsteken. Welke kant valt het op? Sabine, jij bent van een ontwikkelschool. Wat is dat dan? De Nassau is een volledig digitale school. En daar zijn wij 5 jaar geleden mee gestart. En toen wij de oproep zagen van Curriculum Penu om weer aan te melden als ontwikkelschool. Ja, zagen wij dat meteen zitten. Omdat wij bieden heel erg graag onderwijs op maat aan. En ook met name actueel onderwijs. En we blijven ons heel erg graag ontwikkelen. En dankzij Curriculum Penu hebben we dat ook met name kunnen doen, omdat we juist ook werden getriggerd om weer iets verder te kijken en echt ook dicht bij dat vuur te zitten. En dat was ontzettend gaaf. En ik begreep dat jullie zijn met de visie begonnen en daarna zijn jullie verder gegaan en... Ja, daarnaast zijn we naar grote opdrachten gewerkt. En grote opdrachten zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, grote thema's die in het vakgebied eigenlijk bij het vakgebied in verdeeld, zo zou je het kunnen zeggen. En die grote thema's, die zijn daarna uitgewerkt in bouwstenen, wat eigenlijk een soort leerlijnen zijn, waar je ook in kan zien van, je begint in een basisschool, onderbouw begin je daarmee, dan ga je naar de bovenbouw van een basisschool, dan ga je verder op het VO, wat zit daar dan in? En op die manier kom je ook tot een hele logische leerlijn, dan kom je ook tot een verdeling van de,
van de stof die er eigenlijk is. En hoe, hoe zijn jullie daarbij betrokken? We hebben gesprekken gehad natuurlijk ook met het ontwikkelteam. En wij hebben ook andere ontwikkelscholen ontmoet. En wij kwamen ook regelmatig, althans Allerstrijk ook van SLO kwam regelmatig bij ons op bezoek. Dus dat was heel fijn, we konden op die manier ook een beetje sparren samen. En wat wel interessant is, in eerste instantie schrokken wij heel erg van, wow, moeten we dit allemaal gaan doen? Maar het werd juist allemaal steeds duidelijker en we konden het ook steeds meer plaatsen in ons eigen onderwijs al. Dus ja, op die manier, en wij hebben natuurlijk steeds feedback geleverd aan het ontwikkelteam. Ja. Hey, maar nou krijg je, heb je wel de opmerking van, nou zijn er een 10, 20 leerkrachten hiermee bezig geweest. Hoe weet je nou dat wat je gedaan hebt, dat klopt? Ja, nou ja, 10, 20 leerkrachten, dan een beetje heel zuinigjes gezegd, dat is wel heel veel meer geweest. Als je kijkt sowieso naar de ontwikkelscholen, is gewoon ontzettend veel feedback geweest. Maar ook als je kijkt naar de tussentijdse periode waarin eigenlijk ook vanuit het land feedback kon gegeven worden. Het gaat echt om honderden en soms om wel duizenden reacties. Dus in die zin ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor altijd maar door een paar mensen bedacht. Het is een paar mensen is de aanzet gegeven en elke keer is het land ingegaan. Wat vindt men dan? Zijn we in gesprek gegaan? Is er feedback opgehaald? Maar hoe vaak hebben jullie dat gedaan? 4, 5 keer heb ik het een beetje kwijt. Ik dacht, nou, heel wat keer, 4, 5 keer. Waarbij je letterlijk, daar heb ik me wel een klein beetje op verbazend. Heel veel leerkrachten hebben soms een beetje aan de mopper om de kant. Ja, het wordt toch allemaal zo bedacht. En ik was ook wel een beetje zo. Ik dacht van ja, het wordt toch voor ons bedacht. Dus ik dacht met name die feedback, dacht ik ja, dat gaat vast niet allemaal bekeken worden. En dat wordt er al op gezegd. En tot mijn verbazing was het gewoon helemaal in de structuur opgenomen. Letterlijk elk feedbackregeltje is bekeken door alle ontwikkelteamleden. Is gewaardeerd van nou, daar doen we wat mee. Of we wachten omgeven of we doen er niks mee. Maar als we er niks mee doen, waarom doen we daar niks mee? Alles gedocumenteerd, alles bijgehouden. Dus in die zin vind ik gewoon dat er een heel stevig product staat waar letterlijk iedereen de kans heeft gehad om er wat van te vinden en in mee te denken. En ja, hebben jullie er ook aan meegedaan? Ja, absoluut. Ja, sowieso. Het was voor ons ook een beetje zoeken als ontwikkelschool. Want hoe pak je nou die feedback aan? Hè? Want althans, je krijgt zo'n heel groot document. En hoe zorg je nou voor dat je goed feedback kunt geven? De tweede keer hebben we ook echt daadwerkelijk iets georganiseerd op school. Om zoveel mogelijk reacties te ontvangen. Maar ook daarnaast met elkaar in gesprek te gaan over de stukken die er lagen. En dus wat jij zegt, er zijn dus heel veel docenten ook bij betrokken geweest. Ook juist bij die feedback. Ja. Ja. Ik kwam er ook dingen uit die je heel verrassend vond. Ja, absoluut. Ja, ik weet even niet zo'n specifiek voorbeeld. Maar het ging wel over de duurzame economie. Ja. En voor mij was dat als docent Nederland best wel een ver van mijn bedshow, maar de docent economie met name had meteen al hele verfrissende ideeën en zag het ook helemaal voor zich hoe hij dat in zijn praktijk daadwerkelijk kon toepassen en deed ook al dingen. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Maar jullie hebben dus 5 feedbackrondes gehad. Daar haalden jullie steeds feedback op van mensen digitaal en in bijeenkomsten. Mm-hmm. Ja. Deed de wetenschap ook op de een of andere manier mee? Ja, sowieso kon wetenschap natuurlijk ook net als iedereen gewoon feedback geven. Nou, dat is soms ook gebeurd. En daarnaast waren er ook een aantal wetenschappers die verbonden waren aan het team. En ook eigenlijk gewoon periodiek meekeken van nou, wat het team nou oplevert. Is dat wetenschappelijk ook? Snijdt dat een beetje hout. En die hebben eigenlijk elke keer meegekeken op een hele prettige, constructieve manier. En ik vond het ook mooi dat ook dat een breed team was. Hè. Dat was aan de ene kant vanuit de informatica kant. Ook vanuit de mediawijsheid kan dus echt een brede basis, in dit geval van wetenschappers, die daar die gewoon heel constructief aan meegewerkt heeft. Dus, en aan de voorkant, was daar ook al een stuk analyse gepleegd? Of? Ja, aan het begin van het traject waren er op zich een aantal stukken, sowieso waren er maatschappelijke organisaties die al een stukje visie op papier hadden gezet, van als jullie dan toch hiermee bezig gaan, willen jullie dan onze gedachten meenemen? Dus dat zat er al in. En vanuit de organisatie van Curriculum nu zat er ook wel in van dat er al een aantal stukken aangeleverd werden van nou, dit is al geschreven, dit is al bedacht. Het is niet zo van je moet het letterlijk overnemen, maar wel neem er notie van. En er is gewoon al heel veel werk verzet. Ja, en wij als ontwikkelschool vonden dat dus ook wel belangrijk om te zien dat ook daadwerkelijk vanuit die wetenschap werd Ja. Ja. Ja, maar goed, dat wordt dan ook wel makkelijk gezegd. Soms dacht ik, ja, dan zit je leraren bij elkaar, die weten het toch niet. Nou, vind ik dat niet eerlijk, want heel veel leerkrachten weten juist heel veel.
Maar het klopt dus ook niet, want juist ook vanuit die wetenschappelijke wereld is ook die ondersteuning gegeven. Dus enerzijds heb je zeg maar de kracht van een aantal ervaren leraren die erover nadenken. Je hebt van tevoren een analyse. Nou, dan heb je nog al die feedbackrondes. Ik begreep dat jullie ook nog halverwege en aan het einde dat er ook nog door een aantal wetenschappers naar gekeken is van, is dit het allemaal? Ja. Kwamen daar nog hele verrassende dingen uit? Maar niet hele verrassende dingen. Over het algemeen komen wel dezelfde thema's uit terug, want het zien ze van heel veel vakgebieden. Er zijn een aantal thema's waar dan de gevoeligheden liggen. Dus die kwamen ook bij ons wel eruit. En op zich wat wel voordeel is van digitale geletterdheid, omdat er nog niks officieel mee gedaan wordt, is dat vooral de tendens. Nou, we zijn blij dat het een stap gezet wordt naar het gaat in een curriculum komen. Dus dat heeft op zich onze opdracht wel wat eenvoudiger gemaakt. Wat vond je nou een van de moeilijkste punten wat op een gegeven moment in jullie teams besproken is? Wat daar best wel lang over gedaan is en wat lastig is, wat ik nog steeds wel lastig vind, is van wanneer begin je nou met digitale dingen waar het de onderbouw van het PO betreft. Want er zijn heel veel dingen over te zeggen. En je kan zeggen, nou jonge kinderen zijn al zo jong, die moet je allemaal niet met digitale dingen belasten. En de andere kant is dat je ook kan zeggen, ja, maar ze leven al wel in deze wereld waar het digitaal zo gewoon is. Ze komen in aanraking. Dus zorg dan ook dat je in je scholen je stappen daarmee zet. En daar hebben we echt ons best voor gedaan om daar kennis over te krijgen. Om daar ook vanuit de praktijk gevoed te worden. Dus dat is echt een item. Waar gaan jullie uiteindelijk op uit? Nou ja, op een goede tussenweg. Heel Nederlands. Ja, precies. Heel Nederlands. Ja, maar goed. En dat vind ik ook mooi in de teams of gefunctioneerd. Dat het ook belangrijk is om in een tussenweg te komen. Als je graag wil dat je... dat je een curriculum maakt waar je in heel Nederland mee aan de slag kan, dan moet je niet, je moet wel duidelijk zijn, maar je moet ook niet helemaal de uiterste kant op gaan, want dan laat je ook mensen achter je. En dat past niet bij Nederland. Herken je dat? Zijn jouw leerlingen, als ze bij jullie binnenkomen, zijn ze al wat ouder, maar zijn ze dan al digitaal geschoold? Nee, dat herken ik. Ja, althans, dat viel bij ons dus in eerste instantie heel erg tegen. Wij 5 jaar geleden starten met die tablets in de brugklas. Dachten wij wel dat zij ook een bestand konden toevoegen aan een mailtje of hun documenten goed konden opslaan, dat ze precies ook een mappenstructuur hadden. Maar dat viel toch wel tegen. Dus ook om die reden hebben wij echt een apart vak tabletvaardigheden gegeven in de brugklas. Dat komt ook steeds ieder jaar weer terug, om maar die basis erin te krijgen, want dat is heel erg nodig. Ja. En wat dan wel leuk is, uit feedback rondom ook nu het product klaar is, is je zegt van nou, in mappen je dingen opslaan. Ja. Nou, staat er in een van de bouwstenen, je moet in mappen opslaan. Nee, dat is het nergens beschreven, je moet in mappen opslaan. Maar is het wel beschreven dat leerlingen hun bestanden op een inzichtelijke manier kunnen bewaren en weer kunnen terugvinden. Ja. En dat zijn wel hele belangrijke vaardigheden, ook als je naar de toekomst kijkt. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij mensen die dan niet zo digitaal geschoold zijn, zoals ik zelf bijvoorbeeld ook van oorsprong. Van, je krijgt allemaal je rekeningen binnen op de mail. En waar ga je die dingen opslaan? Maar je krijgt ook nog rekeningen die soms op papier krijgt. En je krijgt stukken die bij de overheid staan. Hoe organiseer je dat dan? En dan denk ik van dat zijn belangrijke thema's om en ook het samenwerken digitaal. Hè? Want wij hebben sinds kort dan ook de OneDrive. Dat ze daar ook samen echt binnen één documentje kunnen samenwerken. Daar hadden we eerder ook nog niet over nagedacht. Dus ja. Hey, jij zit in speciaal onderwijs. Is dat nou juist makkelijker of is dat veel moeilijker? Nou, ik denk op zich van makkelijk of moeilijk, ik weet niet of het ze heel veel uitmaakt. Voor mij vind ik het extra belangrijk, omdat ik weet dat leerlingen die in speciaal onderwijs zitten een verhoogd risico hebben om achter te blijven in de maatschappij en in de samenleving. Dus vanuit die optiek vind ik het dubbel belangrijk dat deze kinderen leren om zich digitaal geletterd de maatschappij in te gaan. Dat vind ik ook voor kinderen niet steeds belangrijk. Er moet niet een nieuwe ongeletterdheid gaan ontstaan. Nee, precies. Nou ja, voor zover die er nog niet al is, zeg maar. Ja. En hoe ver zijn jullie nu? Je had over de visie, de grote opdrachten. Zijn jullie klaar? Wat betreft het werk van het ontwikkelteam is het klaar. Er moesten bouwstenen op en die zijn opgeleverd. En eigenlijk is nu de stap van, nou, het moet door de Kamer beoordeeld worden. Ja, help me, je hebt grote opdrachten en bouwstenen. Ja. Wat is het verschil? Ja. Grote opdrachten, zeg maar grote thema's die ook beschreven zijn. Van, nou, wat erin zit, bijvoorbeeld... De volgende slide. Ja, precies. Yeah. Even kijken, heb je visie? Nou, dat is wat relevantie. Waarom is het zo belangrijk? Grote opdrachten, dat zijn de grote dingen van waar het om gaat. Je kan bijvoorbeeld hebben, privacy is een grote opdracht. Privacy en veiligheid in de digitale wereld.
of digitale communicatiesamenwerking. Echt een groot gebied waar allerlei dingen in zitten. Dat is een grote opdracht. En dat wordt uitgewerkt in bouwstenen. Dus je kan bij een grote opdracht kan je 2 of 3 bouwstenen hebben, waar dan in een leerlijn, min of meer een leerlijn, die opbouw te zien is van wat leren kinderen dan op die basisschool, wat zou dan aan bod komen in het VO op die manier. Ja. En was het dan moeilijker of makkelijker om een heel nieuw leergebied te pakken? Ja, ik kan niet zeggen, ik heb geen ander leergebied gedaan. Nou, ik denk dat het makkelijker is. Dat het makkelijker is omdat er niks ligt, ben je vrij om te handelen, om te denken. Andere kant, de SLO heeft natuurlijk best wel wat werk gedaan op dit vlak. En er waren best wel wat inzichten die er zijn. En bijvoorbeeld ook vanuit andere landen zijn er wel curricula waar ook al wel het een en ander gedaan is. Maar ik denk dat het wel wat makkelijker maakt, ja, als je het helemaal plat slaat. Ja, maar misschien ook toch wel weer iets moeilijker, aangezien toch, ik merk dan bij ons op school ook toch de ouderen die het ook wel een beetje spannend vinden, hoe ze dit daadwerkelijk in hun eigen onderwijs moeten brengen. Ja. En ja, ik denk dat daar hele duidelijke voorbeelden ook voor nodig zijn. Ja. Maar jullie zijn een nieuwe school die helemaal opnieuw komt beginnen? Ja. Maar dit is ook het leuke van een ontwikkelschool. Wij als ontwikkelteam, vooral kijk naar wat moeten kinderen leren. Dat jullie ook op school hebben kunnen kijken van, maar hoe ga je dat dan aanpakken? En wat zijn de volgende praktijk dan? Dat is zo, vind ik zo mooi daarvan. Dat die daar ook. En die bouwstenen dan, zijn dat allemaal losse brokjes? Of moet je die steeds in verband met die grote opdrachten zien? Ja, het zijn uitwerkingen van de grote opdrachten. Dus het hangt er een beetje onder, zou je kunnen zeggen. Dus het zijn losse brokjes, zei dat niet. Het is sowieso één. Ik vind een heel mooi geheel, één grote set van dingen die bij elkaar horen. Je kan eigenlijk ook niet zeggen van, nou, ik ga alleen maar bouwsteen 3 bijvoorbeeld, die pak ik en die ga ik doen. En dat gaat niet werken. Dat heeft overal mee te maken. Maar dat vind ik sowieso met digitale geletterdheid. Ook als je naar het leven kijkt, overal zit techniek in. Overal zitten stukjes van in. Je kan niet los. Ik herken dat wel, want toen wij feedback gingen geven, was ook, en we gingen dan eerst alle bouwstenen 1 voor 1 af. En dan kwam al meteen reactie, ja, maar dit hoort daar ook bij. Ja, later in andere bouwstenen zie je dat dan weer terug. Ja. Ja. Nou, je merkt ook wel dat zoals je had de domeinen van de SLO, en die hebben we ook wel als uitgangspunt genomen, maar die zijn eigenlijk een beetje verspreid over de verschillende grote opdrachten terechtgekomen. Zeker in die beginfase zeiden mensen, oh, maar we missen nog iets. En inderdaad, gaandeweg het proces bleek, oh, maar er zit inderdaad wel overal iets voor dingen. Ja, dat herken jij, van dat je eigenlijk vanuit de samenhang hiernaar moet kijken? Ja, dat herken ik. Ja, ik ben natuurlijk wel betrokken geweest bij het proces. Ik heb het echt vanaf het begin af aan gevolgd. Je ziet alles, zeker als we dadelijk bij dat raamwerk ook komen, dan zie je alles echt heel erg mooi in terugkomen. Ook dat alles valt eigenlijk op zijn plek, maar er is zeker wel overlap. Ja. En hoe weet je nou dat je het totaal hebt gehad? Hoe wordt de samenhang bewaard? In het vakgebied of met anderen? Nee, in het vakgebied. Want je hebt dan die grote opdrachten, de bouwstenen. Dus stel voor je wil een school aan de slag. Hoe doe je dat dan? Ja, wat wij in eerste instantie hebben gedaan is gewoon eens even bekijken voor onszelf. Wat doen wij eigenlijk momenteel al op school aan digitale geletterdheid? En dan hebben we natuurlijk die bouwstenen erbij gepakt. En toen bleek al heel snel dat je als school al heel erg veel doet. En dat is misschien niet meteen zo groot, maar dus je kunt ook al klein beginnen natuurlijk. En dat uiteindelijk verder uitbouwen. Dus zo zijn wij eigenlijk gestart. En dat zijn we gaan uitbreiden en gaan verfijnen. Ja. Maar je moet het dus ook vanuit die samenhang, moet je anders gaan doen, anders vliegt het. Absoluut, ja. En ik begreep ook nog, er is ook nog een discussie van, omdat het nieuwe leergebieden zijn, moet dit een apart vak worden of moet dit geïntegreerd worden? Ja. Nou, wij vinden dus een bepaalde basis aanbieden heel erg belangrijk. Maar we zijn ook van overtuigd dat het uiteindelijk in alle vakken gewoon terug moet kunnen komen. En ja, wij doen het al voor een groot deel bij ons op school. Dus dat moet ook zeker mogelijk zijn. Ja, ja. Ja, dat sluit aan bij ons ook. Ja, in het ontwikkelteam maar ook besproken is. Want er zijn zoveel dingen die al raakvlak hebben. Maar wat vindt het ontwikkelteam? Die vindt ook van dat je het in principe zoveel mogelijk probeert in relatie met andere vakken aan te bieden. Bijvoorbeeld, ik denk aan rekenen bijvoorbeeld. Nou, dan ben je al bezig met tabellen en dingen. Hoe logisch is het om dan ook een spreadsheet en Excel daarbij te betrekken? Er zijn gewoon heel veel logische verbanden. In het leven zitten ook de dingen bij elkaar om het bij die vakgebieden eraan vast te knopen. De andere kant, dat je soms ook zegt, er kunnen afhankelijk van je school dusdanig specifieke technische
onderdelen zijn. Ik zeg, oh, maar dat is eigenlijk wel heel goed om dat toch apart aan te bieden, waar het basisonderwijs betreft en waar het VO betreft. Zeker leerlingen van wie je weet dat ze bijvoorbeeld met informatica of met ICT gerelateerde studies verder gaan, dat je dan toch een aparte docent hebt die daar echt in kan verdiepen en die echt de stap verder zet. Maar dan heb je het eigenlijk over de stap erbovenop van wat alle kinderen moeten kennen en kunnen. Maar is dat niet heel moeilijk dat je een leergebied ontwikkelt dat ondergebracht moet worden bij allerlei andere onderdelen? Hoe bewaak je nou dat? Ja, dat is zeg maar. Nou, dat is ook wel een spannende. Als ik kijk naar het proces, zijn er bijvoorbeeld onderdelen die wij beschreven hebben, die later toch bij een ander leergebied terecht zijn gekomen. Dat merkt, nou, dat kan zo goed. Dat is geborgd. Dus ik denk ook dat de komende tijd dat moet gaan blijken van hoe het, op welke manier het gaat werken. Dus in die zin moet je ook in de praktijk aan de slag gaan van, hé, maar hoe pakt het uit en waar kunnen dingen terugkomen? Je kan niet alles aan de tekentafel uitwerken. Wel, wat bij ons wel erg goed heeft gewerkt, we hebben echt per vaksectie tablets, kartrekkers, zo noemen we ze dan, aangesteld. En die hebben zich verdiept in die digitale geletterdheid en die nemen vervolgens ook de hele sectie mee in hoe wij nog meer die digitale vaardigheden in het onderwijs kunnen brengen. En die tabletcardtrekkers van die secties, die hebben ook weer onderling contact met elkaar. Dus op die manier kun je natuurlijk ook heel veel afstemmen. Kan je een voorbeeld geven van een stukje digitale geletterdheid dat echt bij een ander leergebied ondergebracht is of vakken ondergebracht is? Niet helemaal een apart vak. Bij ons is wiskunde, het vak wiskunde en tekenen samengegaan in ons verrijkend programma. En zij werken met een 3D-printer, dus ontwikkelen een nieuw Coca-Cola blikje. En dat doen ze dan in eerste instantie in 2D, dus dan moeten ze ook rekening houden met bepaalde berekeningen van wiskunde. En vervolgens gaan ze dat daadwerkelijk omzetten naar 3D, dus dan zijn ze echt natuurlijk mega digitaal geletterd bezig. Maar ook bij het vak Nederlands, ik kan dat heel goed gebruiken natuurlijk. Wanneer leerlingen op zoek moeten gaan naar bronnen, daar komt digitale geletterdheid wel naar voren natuurlijk. Dus, En dat doe jij ook bij jouw speciaal onderwijs? Ja, op die manier ook. En wat ik wel vind, wat daar ook wel bij mag, is voorbeeld. Ja, laten we juist ook naar van hoe je het integreert. Dat heeft wel te maken met je leerkrachten. Van, dat ook om bepaalde concepten gaat van hoe je de thematiek benaderen van concepten. Ik snap er helemaal niks van. Doe eens, mediawijsheid, hoe gaat dat? Nou ja, dat betekent dat je dus met kinderen. Het gaat om een wat, het gaat om hoe. In mijn beleving gaat mediawijsheid over van hoe presenteer je online. Dat hoort bij in een groep 7-8. Bijna elke groep 7-8 zijn er wat dingen rond WhatsApp-groepen waar het misgaat, waar het niet leuk is. Nou, dan ga je daar eens over in gesprek. Ga je dingen aanleren. Hoe werkt dat dan? Wat voor online identiteit heb je. Hey, WhatsApp, van wie is dat eigenlijk? Oh, dat is van Facebook. Hey, maar Facebook is ook Instagram. Hey, dus het is een heel groot bedrijf die meerdere dingen heeft. Wat weet je eigenlijk allemaal van je? En de beelden die ik dan op mijn Insta te zien krijg, de filmpjes. Is dat allemaal puur of is dat gemaakt? Hey, het is gemaakt door iemand. Als iemand het gemaakt heeft, dan is er ook een bedoeling mee. Ja. Dus ik denk dat het heel dingen zijn die heel organisch door kunnen gaan. Maar het vraagt wel van leerkrachten, van docenten, dat ze ook begrip ontwikkelen van hoe dit soort dingen werken. En dat is wel iets wat een belangrijk ontwikkelpunt zeg maar, is daar in de landen. Dat voor veel leerkrachten de lat een klein stukje gaat opschuiven. Van, nee, ik zal meer inzicht moeten hebben. Ik zal meer moeten begrijpen van hoe digitale technologie werkt in die hele breedte. Hey, jullie hebben een aantal grote opdrachten gekozen. Wat is nou degene die het meeste aanspreekt? Dat is nou wat, dat kan je bijna niet vragen, hè? Natuurlijk allemaal, wat je meestal aanspreekt. Ik vind het allemaal fantastisch. Wat me dan aanspreekt is die van veiligheid en privacy. Die spreekt aan dat die heel duidelijk is. Ik vind, dat is de tweede bouwsteen, veiligheid en privacy in de digitale wereld. Want daar, heel mooi vind ik dat die goed uit te leggen ook is. Van de ene kant gaat het om de veiligheid. Dat je kan zorgen dat je bestanden veilig zijn. Dat je niet, dat er geen dingen misgaan. En de andere kant is die privacy. Je moet zorgen dat wat van jou is, ook bij jou blijft. En dat zijn twee grote concepten die in het klein van jouw eigen leven tellen, maar die ook in het groot tellen voor een land. En hoe breng je dat nou bij jouw leerling? Je kan niet echt zo eens die zegt van hoe breng je dit bij je leerlingen? Want het is natuurlijk een leerlijn onder van 4 jaar tot en met VO. Ik waarschuw je, ik ga jou zo meteen op. Ik denk wel, bijvoorbeeld, zoals ik het net ook vertelde over mediawijsheid.
Kijk, je kan zeggen, er zijn altijd al methodes te vinden, of die worden ontwikkeld die dit soort dingen gaan doen. Als ik naar mijn eigen leraarschap kijk, dan vind ik het heel fijn om dat te doen bij andere dingen die al gebeuren in mijn groep. Ik zeg zo'n Facebook voorbeeld, zo'n WhatsApp voorbeeld. Privacy, een nieuwsberichtje, want in elke klas komen nieuwsberichten. Er is zoveel waar je dit soort dingen aan kan aanhaken eigenlijk. En ik zou niet kiezen om in een werkblad te zeggen, nou schrijf nou eens op hoe de privacy is geregeld. Nee. Maar wel over praten van wat is dan privacy en waarom willen we dat dan beschermen? Waarom is het iets wat we in een democratie belangrijk vinden? Bij privacy gaat het bijvoorbeeld over cookies. Wat is dan een cookie die op je computer wordt gezet? En dan hoor je soms termen dat het is een eerste cookie of het is een derde partij cookie. Nou, dan is het interessant om met kinderen na te denken. Wat betekent dat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, en ja. Zo, nou ja. Hey, wat doe jij ermee? Bij welke grote opdracht spreek jou aan? Nou ja, data en informatie vind ik ook wel heel erg interessant. Want ook, ik bespreek heel veel nieuwsberichten met leerlingen in de klas. Maar ja, kun je zo'n nieuwsbericht wel vertrouwen? En waar komt zo'n nieuwsbericht vandaan? En je gaat verder in op begrippen als fake news. En ook het feit dat wij wel via bijvoorbeeld Instagram, met name de leerlingen natuurlijk, we worden echt een beetje verleid ook door advertenties. Ja, en hoe zit dat dan in elkaar? Want daar wordt natuurlijk ook over nagedacht, juist door de makers van die advertenties. Dus dat ze daar bewust van worden en dat je daarover spreekt met leerlingen. Ja, dat was juist toen ik hier op Natuurrijd Radio 1 was een uitzending dat er een plan is om te gaan verbieden dat op sites, er mag staan van er zijn nog twee hotelkamers beschikbaar, boek nu. Ja. Omdat het dan eigenlijk een vorm van bedrog is, omdat er niet twee kamers zijn, maar er zijn waarschijnlijk nog wel 200 kamers, maar dat weet je niet. Dus je, nou ja, dit soort principes. Dat vertel je me nu. Nou ja, precies. Ja. Bestel nu, want anders is de aanbieding weg. En soms is de aanbieding ook nog eens weg. Hoe kan dat dan? Hey, en jullie hebben ook nog een, want dit is zeg maar het raamwerk van de grote opdrachten. Maar jullie hebben ook nog een hele ingewikkelde, mooie gemaakt over hoe je de samenhang kan creëren. Ja, op de volgende slide is dat, hè? Ja, kan je even vertellen hoe dat zit? Kijk, je kan natuurlijk zeggen, het is natuurlijk onderwijs, dus er moet een model gemaakt worden. Doet altijd goed. Nee, dit is een beetje er zijn allerlei zaken die meegespeeld hebben. Dus we hebben even geprobeerd om te laten zien, dit is een beetje hoe het is. Nou, je ziet in het midden digitale geletterdheid. Ja. Daar zitten dan die grote opdrachten als partjes omheen. Dus dat zijn dezelfde die we daarnet zagen. Die we in het raamwerk zagen, ja. Precies. Nou, dan in de witte ring direct daaromheen, dat zijn de vier domeinen die door de SLO's al zijn beschreven. Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, computational thinking. Dus die waren er al, er waren al veel scholen ook al mee bezig. Dus die zitten er eigenlijk omheen, van nou, dat hoort er allemaal bij. Dan in de kring daaromheen. Dus het is niet iets totaal nieuws, maar het bouwt ook voort op wat er al... Klopt. En in de ring daaromheen, dat is iets wat wel echt vanuit het ontwikkelteam is gekomen. Als je het over een nieuw vakgebied hebt, van op welke manier leer je dat aan? Op welke manier gaat het om hoe dat binnenkomt? En dan zeiden wij van, het gaat om zoveel verschillende manieren. Het gaat niet alleen maar om dat het uit een boekje komt. Het gaat om, je gaat om met je telefoon. Doordat je met die telefoon bezig bent, leer je er ook over. Doordat je dat ding een beetje begint te begrijpen, ga je met zien van, maar ik kan ook foto's bewerken. Dan kan ik ook wat moois maken. Dus op die manier zijn er zeg maar verschillende dingen. Nou, op het moment dat je dan die foto helemaal mooi hebt gemaakt, dan kom je ook misschien boven. Nadenken over, je hebt een foto verstuurd, van je achteraf denken, oei, maar had die wel willen versturen? Dus eigenlijk die verschillende componenten hebben we eigenlijk mee willen aangeven. We hebben ook ruimte willen creëren voor onderwijs. Je kunt het op verschillende manieren aanvliegen en daarmee ook verschillende onderwijstypen kun je daarmee faciliteren. Maar ook kinderen die op verschillende manieren leren. Het klassieke voorbeeld is van mannen die altijd meteen uitpakken en die helemaal niet gaan lezen. Meteen proberen. Ja. En een ander die zegt van nee, ik wil eerst kennis hebben ervan. Ik wil eerst zien wat voor stekkertjes dat allemaal zijn. En wat het idee erachter is. En dat laat het zien wat er omheen zit. Hey, een van de vragen die gesteld werd is van, goh, in het gesprek lijkt het net te gaan alsof het allemaal om basisvaardigheden gaat. Klopt dat? Nee, dat is echt de basis. Want pas dan kun je natuurlijk verder gaan denken over die digitale geletterdheid. En ook hoe je concepten gaat bedenken en gaat uitvoeren. Dus dat is echt de basis om te kunnen werken. Okay. Dus op het moment dat je die onder de knie hebt, dan kan je dan verder? Dan kun je verder, ja. Okay. Ja. Althans, zo hebben wij het wel. Ja, deels wel. En er zijn natuurlijk een aantal grote gebieden. Als je die uit elkaar haalt, heb je
basisvaardigheden. Je hebt het mediawijsheidcomponent, dat een groot deel is. Je hebt het deel van informatievaardigheden. Het hele gaat over data, want er is data ergens. Dus je gaat op Google zoeken, hoe kom je dan bij data die het antwoord geeft op hetgeen wat je zoekt en hoe bepaald het waar voor is. En de laatste grote is eigenlijk het computational thinking. En dat gaat heel erg veel, dat is eigenlijk het heel meest technische deel van digitale geletterdheid. Wat gaat over programmeren en over hoe werkt dan een digitaal apparaat en wat zit er dan in een computer? Dus zo zijn er zeg maar een aantal. Een van de dingen, nou heb ik ooit geschiedenis gestudeerd, hè? Is informatievaardigheden nou een moderne versie van, zoals wij vroeger over informatie vonden, zochten? Ja, maar je moet wel met heel veel meer dingen, denk ik, nog wel rekening houden. Vertel. Nou, sowieso is er denk ik veel meer informatie. Wanneer ik nu aan een leerling vraag, hey, zoek dat eens even op het internet, zou ik nooit op die manier vragen, maar bij wijze van spreken. Ja, dan krijg je natuurlijk ontzettend veel treffer Google al. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is toch wel iets meer dan in een bibliotheek waar je op zoek gaat naar informatie. Dus hoe kun je nou voor jezelf bekijken wat nou echt belangrijke informatie is? Welke informatie ook daadwerkelijk veilig is? Welke informatie bruikbaar is? Welke informatie betrouwbaar is? Dus ja. Maar dan wel allemaal digitaal. Ja, klopt. En ik geloof daarbij van dat ze zeg maar... Dan verwoord je het eigenlijk in termen van die ook nu heel goed te begrijpen zijn vanuit zo'n geschiedenis. Mm-hmm. Maar het gaat ook om hele grote hoeveelheden data die verzameld worden op allerlei manieren. Ik zit bijvoorbeeld te denken, Google maakt al elk jaar een filmpje. Wat zijn de meest gezochte zoekwoorden? Die maakt er een mooi filmpje van. Dus die verzamelt eigenlijk wereldwijd, wat is hetgeen wat het meest wordt gezocht? En als je dan zo'n filmpje ziet, zie je gewoon echt een jaar aan je voorbij trekken. Maar zo zijn er op heel veel manieren... Is data te analyseren en te presenteren op een manier zoals we dat nu nog veel minder doen. En wat in de toekomst veel meer zal gebeuren. En om daar begrip van te krijgen, maar ook om die mogelijkheden een beetje te leren kennen. Er zit zo'n bouwsteen als data en informatie, zit er om die reden ook in. Ja, en het zoeken en ordenen, et cetera, dat wordt met name natuurlijk anders. Okay. Ja. Maar eigenlijk ook wat je hoort zeggen, is basisvaardigheden, nou, daar kan je het snel mee vinden bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar informatievaardigheden, dan ga je echt naar de diepere lagen ook. En dan moet je ook informatie op waarde kunnen beoordelen. Ja, nou lijkt net een beetje of je het volgordelijk maakt. En dat is eigenlijk niet zo. Daar wil ik ook met het graag wel heel veel begrijpelijk maken. En op zich is basisvaardigheden aan de ene kant wel. Kan je zeggen, nou, dat is een stukje basis en je snapt hoe Word werkt en je snapt hoe je mail werkt. Maar basisvaardigheden gaat verder. Basisvaardigheden is ook, je koopt een nieuwe printer. Hoe zorg je dat die op het juiste IP-adres in je netwerkje terechtkomt? Hoe werkt dan zo'n netwerkje? En dat is wat anders dan waar mensen aan denken bij basisvaardigheden. Maar tegelijkertijd is er ook een vraag, hè, die gaat eigenlijk over van... Het klinkt alsof we allerlei dingen uit bouwstenen aan lessen worden vastgeklikt, geplakt. Ja, ja. Volgens mij willen jullie uitdrukken dat het juist echt een leerlijn is. Ja. Hoe voorkom je nou dat het dat plakken en dat het zo nou ja, ook raakt? Ik denk dat je in het deel zal het naar plakken is niet zo heel aardig woord toe. Dat klinkt een beetje makkelijk. Maar je wil het graag integreren. En hoe voorkom je dat? Dit heeft te maken met op welke manier gaat de school dit organiseren. Zoals bij jullie hebben we gekozen. Nou, wij gaan juist naar die integratie zoeken, naar die meerwaarde. En ook het idee van hey, die 1 en die 1, dat wordt samen 3. Je kan ook toch de keuze maken. Nou, we gaan er toch een aparte lijn doen. Kijk, zou ik vanuit het team wel jammer vinden, maar dat is wel op een gegeven moment ook een keuze die je hebt. Ook omdat je zeg maar de producten zijn gemaakt met het idee van de onderwijsorganisaties zoals ze er nu zijn. Die moeten eigenlijk allemaal mee uit de voeten kunnen. En ik denk dat daar heeft het wel mee te maken. Maar het mooiste is als het wel lukt om het te integreren. Hoe daar zit ons een slag op? Het is niet zo dat nu klaar is. Van nou, je downloadt die stukken en opeens, zo is het ook weer niet. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, eigenlijk bij ieder vak ben je echt wel bezig met kleine onderzoeksvraagjes, met presenteren en ook die manier van presenteren. En dus de manier waarop jij onderzoek doet, dus wat voor vraag je formuleert in Google, dat wordt ook allemaal anders. Maar in ieder vak komt dat ook wel terug. Ja, precies. Ja. En het samenwerken. En het samenwerken, digitaal samenwerken, dat komt in ieder vak wel terug. En ook het feit dat je als docent de leerlingen beter kunt volgen, bijvoorbeeld. En zijn er ook al ontwikkeld scholen aan de slag geweest met thema's als grote opdrachten als, nou, straks al hadden, digitale economie of digitale burgerschap?
Zijn jullie er al mee bezig geweest? Ja, wij wel met, ja. Dat is geen vraag, hè? Nou ja, dat hebben wij dus ook weer in ons verrijkend programma gedaan met digitaal burgerschap. Bewustwording van hoe gedraag ik me nou eigenlijk op het internet. Maar ook hoe ga ik me professioneel neerzetten op het internet, dat ze daar bewust van worden. Ja. Dus kleine opdrachtjes als een eigen LinkedIn-pagina aanmaken. Dus, Leuk. Maar ik denk ook dat het goed is om bij dit soort dingen ook te noemen. Als een beetje alle dingen zo van... Ook weer terugkomen op dat aanklikken in les. Hè, van op een gegeven moment, je maakt een bepaalde opbouw in moeilijkheidsopbouw. En ook van de opbouw is ook van kind naar bij naar meer de wereld op. Dus er is echt voor een hele bewuste leerlijnopbouw gekozen. Wat ook zorgt dat het dus niet gewoon maar aanklikken is. Het is echt een doordachte opbouw van hey, maar dit, deze vaardigheden, deze kennis, die past ook bij kinderen van deze leeftijd. En op die manier groeit dat logisch mee. Verwachten jullie nog vragen van de mensen aan de andere kant? Het is een beetje stil aan de overkant, zoals voetbalterm. Ja. Mensen, als jullie dingen willen weten, probeer inderdaad vragen te stellen. Dan kunnen we daarop op reageren. Want ik kan me best wel voorstellen dat dit een ingewikkeld leergebied is. Omdat we eigenlijk van scratch al moeten beginnen. Ja. Wil jij nog iets zeggen over die invalshoeken die in dit mooie... Nou, op zich heb ik daar wel wat over verteld natuurlijk. Die geven die ruimte, hè, van om vanuit verschillende hoeken. Ik zit bijvoorbeeld te kijken naar creëren met. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld. We hebben een van de altijd meerdere teamleden die vanuit de VO kwamen. Die bijvoorbeeld in een soort lab, ICT-lab, werkte in ieder geval met 3D-printen waren. Die zeiden, nou, dat is voor heel... Zeker voor die leerlingen die vanuit de praktijk heel erg leren. Het is heel fijn om dingen te maken en vanuit die hoek te kijken. Maar waar we ook heel veel raakvlak over, bijvoorbeeld het vak van kunst en cultuur. Waar het ook gaat over maakprocessen. En die zegt ook vaak over dingen creëren, dingen maken. En daar zie je dus dat er, en dat is bij meer vakken zo, dat er een overlap is van hey, hoe sta je dan tegenover? En dan verrijkt het elkaar ook. En je kan dus dingen maken door te zeggen, nou dat doe je met kwast en met verf of met beeldhouden. Hey, maar je kunt ook met digitale producten kun je dingen maken. En het biedt een groep leerlingen die nu misschien moeite heeft om dingen te maken, biedt het weer mogelijkheden. Dus in die zin is het ook een verrijking voor je school, maar ook het persoonlijk leven van leerlingen en dus ook van mensen op de lange termijn. Raakt het alle andere leergebieden, digitale leergebieden? Heel veel leergebieden wel. Ik denk bijna... Ik zou niet weten waarom ik te denken. Je zou kunnen zeggen bij bewegen en sport wat minder, maar ook daar kan ik nog wel even denken. Ja, want wij hebben sinds kort dus op school, het is echt een VR-bril, ja, virtuele wereld. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je eens kijkt in een lichaam, hè? Hoe zit dat nou met alle spieren? Dus dat je dat toch ook bij zo'n les kunt gebruiken. Ja, ik zag wel zo'n Champions League-wedstrijd. Nou, dat is ook. Ja, met zo'n bril. Ja, dat kan ook. Ja, maar dan kan je niet van Bas te zijn, want die is uit FIFA gehaald, hè? Ja. Om bepaalde uitspraken. Ja, wat met die leergebieden ook is, het team heeft ook gewerkt aan wat zijn dan die verbanden. En aan de ene kant ben je ook bezig met, nou, wat moet het team Nederland, wat doet het team digitale geletterdheid, wat doet het team... juist een van de opdrachten was ook, wat kun je gezamenlijk doen, zeker als je ook wil komen tot die 70%, hè, wat er minder verplicht is. En er is toch echt wel heel intensief gezocht van, hé, maar wat hebben we nou gelijk? Wat hoort nou bij elkaar? Wat is bij een ander onder te trekken? Ik moet bij ons denken, wij hadden een bouwsteen duurzaamheid, waar dan inhoud in zat over dat digitale gebruik van alles aan bronnen op slot, maar ook de duurzaamheid van je moet duurzaam leren om de maatschappij mee te kunnen. Maar dat zijn thema's die ook in andere vakgebieden heel actueel zijn. En stel voor, ik ben geïnteresseerd in digitale, kan ik dat ook vinden? Ja, je kan het vinden op de site van Curriculum nu. En wat ik heel mooi vind, je kan... Maar kan ik vinden dat ik wel met welke leergebieden het samen mag? Ja, dat kan je op je site vinden. Ja. Site van Curriculum, er staan allemaal tekentjes onder. Ja, precies eruit. Het ziet er niet precies eruit. Ziet. Maar het staat erop, dus je kan op zich die verbanden aanklikken. En dan wordt aangegeven, van, nou, daar ligt het verband. En wat ik wel mooi vind, er zijn er ontzettend veel onderwerpen. Zijn er echt hele duidelijke verbanden. En op het moment dat we die verbanden hebben aangegeven erop, dat het verband ook heel duidelijk is. En er zijn nog wel meer verbanden die iets minder duidelijk zijn, maar die ook zouden kunnen. Ja, want dan zijn er ook nog van die verbindende thema's, hè? Technologie, gezondheid, duurzaamheid, globalisering. Ja, de grote landelijke... Ja, maar, en dat speelt daar je digitale geletterdheid juist ook weer een rol? Of?
Nou, juist zou ik niet zeggen. Dat zijn eigenlijk wel thema's die door alle vakgebieden heen gaan. Maar met vanuit die gedachte van dat je kinderen opvoedt voor deze maatschappij. Dus die grote thema's zijn eigenlijk ook aan alle leergebieden wel meegegeven. Van nou, let daarop en zorg dat er aandacht voor is. Okay. Ja. En dat is ook met de brede vaardigheden zo. Je hebt natuurlijk al lang de 21st century skills. Nou, dat lijkt heel erg op de brede vaardigheden van dingen die alle kinderen die goed zijn. Dat gaat er ook om samenwerken, gaat om creatief, gaat om, nou ja, om dat soort dingen. En de globalisering. Globalisering, nou ja, precies. Dus, ja. Ja. Nou ja, technologie trokken of zo, denk ik. Ja. Hey, zullen we even kijken naar het vervolg? Ja. Ja. Ja, want jullie zijn nog niet klaar, hè? Nou, het ontwikkelteam is, dat product is opgeleverd en eigenlijk nu aan de politiek om daar een keuze in te maken van wat is het vervolg. Traject. Dan moesten jullie nog een klein stukje doen. Moeten wij nog een klein stukje doen? Vertel. De bovenbouw. Ja, het is zo goed. De voorstellen zijn helemaal concreet, zeg maar tot onderbouw, VO. En waar het betreft de bovenbouw van het VO betreft, waar het ook om examenprogramma's gaat, dat is gewoon een ontzettend ingewikkelde klus. Want dat heeft wel alles te maken met welk uitstroomprofiel heeft een leerling richting welk vervolgonderwijs ga je. Dus er zitten hele specifieke punten in. Daar hebben we wel van beschreven, van, nou, het zal ongeveer om deze dingen gaan. Maar dat moet eigenlijk nog per leergebied verder expliciet gemaakt worden. Ja, dus dat klopt. Dat deel zit daar nog achter. Nou ja, ik zal het plaatje ook wel even langslopen. Ja. Op 10 oktober hebben we de opbrengst aangeboden aan de minister. Ja. Hartstikke mooi, groot feest. Ja. Leuke woorden, mooie woorden gehad. Hebben we gezegd inderdaad van, de bovenbouw, dat moet dan doorontwikkeld worden. Nou, het voorstel zou zijn van de coördinatiegroep, dat pakken we ook op. Want dat is natuurlijk wel bijzonder nog, hè, dat heb ik nog niet eens gezegd bij de inleiding. Dit is niet, zeg maar, dat de minister dit ontwikkeld heeft. Nee, dat heeft het werkveld zelf gezegd. Hè. De vakbonden, de POVO-raad, ADS, ja. Leerlingen, ouders. Die zijn hier met z'n allen mee aan de slag gegaan. En eigenlijk wat wij nu ook zeggen met z'n allen, is van, we willen dat stukje ook afmaken in de bovenbouw, want dan hou je het mooie integraal gedeelte, zodat je daar ook nog de keer bouwstenen van kunnen ontwikkelen. Als alles straks naar de Kamer gaat, nou, die gaat daar in januari, februari over praten. Nou, hartstikke spannend natuurlijk. Dus dan zullen ze ook met alle betrokkenen die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld gaan praten. Heel veel leraren naar die hoop, vakverenigingen en allemaal. Hè. Nou, dan zal de Kamer daar wat van vinden. Stel nou even voor dat de Kamer alles fantastisch vindt. Dat moeten we dus allemaal nog zien, maar stel voor dat gebeurt. Nou, lijkt me, ja. Dan komen er nog drie andere trajecten. Eentje is, zeg maar, het ontwikkelen van de bovenbouw, waarvan wij zeggen, nou, maak het proces af, dan willen wij dat ook gaan doen. Tweede is dat we zich een leerplan ontwikkelen, SLO, die gaat dan, wat er nu ontwikkeld is, op basis van de bouwstenen naar kerndoelen voor het PO en het VO doorontwikkelen. Dat gaan ze natuurlijk weer doen, samen met de scholen en met heel veel interactie met de scholen. Dus nou ja, dat is dan, zeg maar, het laatste stukje om tot de kerndoelen te komen. En wat voor ons ook wel heel belangrijk is, is dat er ook een derde traject komt waarvan we eigenlijk zeggen van, joh, we moeten de scholen nog informeren, moeten ze raadplegen, inspireren. En we willen ook ervaring opdoen met de principes van curriculum.nu. Zoals samenhang, doorlopende lijnen en uiteraard met de bouwstenen. Nou, dan, dan hebben we een periode van 2 jaar voor bedacht. Nou, als we dat gedaan hebben, dan kan je ook zeggen van, nou zijn de scholen goed geïnformeerd. Ik bedoel, dat kan pas op het moment dat we dat ook gedaan hebben. Nou, goed, en dan kan je verder gaan. Maar ja, eigenlijk, als ik school zou zijn, dan zou ik zeggen van, ik wil nu eigenlijk wel weten wat kan. En daar zijn jullie eigenlijk heel actief al mee bezig geweest. Van, nou ja, wat kan je nu in feite al doen? En misschien het laatste plaatje er even bij pakken. Nou, dat Nassau is bijna een soort van good practice, zou ik zeggen. Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gekomen. Wij zijn ook in eerste instantie gewoon eens gaan kijken van wat doen wij al goed bij ons op school? Hoe gaan we dat verbeteren? En wat missen wij nog? Waar kunnen wij nog iets aan doen? En net heb ik al ook genoemd dat wij per sectie tablet kartrekkers hebben. Maar dat gaat natuurlijk niet alleen maar om die tablet, maar ook om hoe je nou die digitale didactiek, hè, hoe je... Wat nog... is nou een tablet kartrekker? Ja, dat is ook iemand die zich verdiept in digitale geletterdheid, in echt ja, de nieuwe onderwijsvorm, zo noemen wij dat dan op school. En dus ook de sectieleden inspireert, maar ook onderling contact heeft met andere secties. Dus dat is wel heel belangrijk, ja. Want juist dat inspireren en één iemand daar verantwoordelijk voor maken en de rest mee proberen te nemen, dat is heel erg belangrijk. Ja. En zo leer je ook weer van elkaar, juist door heel veel met elkaar daarover in gesprek te gaan en good practices te geven. Ja, maar ik denk ook, wat je zegt, aan de ene kant zijn er heel veel dingen die je al doet, wij als school makkelijk voort kan bouwen. Aan de andere kant ook, sommige dingen veranderen ook in je organisatie of in je didactiek, doordat je digitaal dingen anders gaat aanbieden. En dat is heel mooi als je dan iemand hebt die daar... je in meeneemt en zo met elkaar daarin groeit. Ja. Want dat wil je. Het is wel een van de dingen die je in de school gebeurt, dat alle docenten ook mee kunnen. Dat je als geheel kan zeggen, wij zijn een school die hierin groeien. Ja. En niet dat alleen die karttrekker ergens absoluut niet. Loopt. En dat vind ik mooi wat jij zegt. Ook dus echt voorbeelden aan elkaar en elkaar ook uitnodigen in die lessen. Want dat helpt echt, want dat maakt ook meteen beeldend en dan word je geïnspireerd. Dus doe het samen. Ja. En ik hoor je ook zeggen, begin klein. Precies. Niet groots en meeslepend, maar... Nee, gewoon... begin klein en bouw dat uit. Ja. Ik zie nog een vraag binnenkomen, dat is wel een goede van digitale didactiek versus digitale geletterdheid. Dat is toch niet hetzelfde en dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt. Dat zijn echt twee andere dingen, want één is inderdaad leren met ICT, dat je inzet om je woordjes te stampen, om je rekeningen te doen en digitale geletterdheid gaat echt over... leren over ICT, maar ergens raakt het elkaar. Precies, het raakt elkaar heel erg. Ja. Maar jij zegt, doe het samen, begin klein en je hebt het over didactiek. Kan iedere school hiermee starten? Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. En soms heb je dan wel van die berichten van, god, het is ook wel heel eng als bij bepaalde dingen leerlingen meer weten dan de leerkrachten. Hebben jullie daarmee te maken gehad? Maar dat is ook juist wel weer heel erg leuk om daarover in gesprek te gaan met leerlingen. En het verandert zo snel. En als docent moet je ook continu blijven veranderen. Je moet de ontwikkelingen volgen. Dus het is niet zo gek dat soms de leerlingen iets meer weten van een onderwerp dan jij. Maar het is juist interessant om daarover in gesprek te gaan. Maar dat betekent ook, dat betekent ook dat bij jullie op school, ook vanuit je leidinggevende, dat ook gefaciliteerd wordt, dat je dus ook kan. Ja, dat zal de kartrekker ook weer een rol in hebben. Want het is best wel lastig als je alleen als docent maar moet zien dat je vooruit komt. En juist als je dat samen doet en dat wordt gefaciliteerd, dan is het ook een goede kans dat je wel daarin meegroeit. En dan wordt ook een vraag gesteld, en die kan ik me heel goed voorstellen, van kan iedere school nu aan de slag gaan of moeten we wachten totdat de plannen door de Kamer heen zijn? Ik zou aan de slag gaan, maar goed, hoe moet je dat nou zeggen? Je kan natuurlijk zeggen, ik ga pas doen als de wet is. Nou, als je zo benadert, dan zou je kunnen zeggen, ik wacht nog wel eventjes, want het staat niet zo heel veel in de kern door. Als je kijkt vanuit het perspectief, in welke maatschappij leven wij en wat hebben onze leerlingen nodig om morgen aan de slag te gaan, denk ik, nou, ga lekker beginnen met alle dingen. Is het niet voor je leerlingen, dan is het al voor jezelf. Eigenlijk wat je zegt is, de leerlingen verdienen het. Ja, maar ook als je kijkt naar de sessies, naar de feedback sessies, want we hebben sessies gewoon met het bedrijfsleven. Nou, die zeggen ook van, als je dan zegt, nou, ik moet 2 jaar voor het politieke proces, zegt, oh, laat sneller. En zo zijn er meer partijen die zeggen, van, het is echt nodig. Ook, misschien een leuke zoekopdracht voor de mensen die dan de komende week hier maar gaan denken. Want houden ze de media in de gaten hoe vaker gevraagd wordt om bepaalde ICT-kennis, bepaalde vaardigheden, bepaalde inzichten. Dat kan je bijna dagelijks, vind je dat in de krant. Dat je, heb je nou ook plekken, of op het internet, of in bijeenkomsten, waar scholen die zeggen, nou, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd om digitale geletterdheid aan de slag. Maar waar moeten ze dan naartoe? Er zijn heel veel dingen. Curriculum.nu natuurlijk, dingen, daar beginnen mee. Ik denk, daarnaast denk ik aan Kennisnet. Kennisnet. Is ook echt een organisatie in Nederland waar ontzettend veel kennis is. Er zijn best wel een aantal wat kleinere uitgeverijen en die al wel materiaal op de markt brengen. Ik denk ook aan FutureNL, een organisatie die ook zonder winstoogmerk allerlei lesideeën en dingen.
Dus ik denk, als je een kwartiertje achter de computer gaat zitten en wat gaat zitten googlen, dan vind je al de eerste sites en dingen wel. En ik hoorde jou zo straks ook VO-content. VO-content, dat is ook echt een enorme database wat dat betreft met allerlei inspirerende lessen. Dus. Ja. En dan ben ik geïnteresseerd in docenten die gewoon zo. Kan ik daar dan ook de weg in vinden op het moment dat ik naar VO-content kom? Ja, dat is erg eenvoudig hoor. Per vakgebied kun je ook het selecteren, per onderwerp. Dus dat moet lukken. Okay. Ja. Dus een aantal dingen noemen jullie: VO-content, kennisnet, curriculum.nu. Ik neem aan dat SLO ook wel iets is. SLO is ook, het is net een beetje van of je natuurlijk meer een theoretische inhoud zoekt. Dat je ook zegt, ik zoek gewoon wat concrete. Lesmaterialen. En daar hangt het natuurlijk ook een beetje vanaf. Hey, en gewoon even nieuwsgierig, hè? Want we zijn met allerlei onderwerpen, maar doen wij nu iets heel anders dan het buitenland? Of zijn wij uniek of lopen we achter? Of wat? Nou ja, ik denk dat we niet uniek zijn. Erin zitten in heel veel landen dat die stappen gezet worden in digitale geletterdheid. Wat ik wel mooi vond, dat wat uit de feedback ook kwam, van ook onze producten, zeg maar, werden bekeken, dat het product hier is wel heel mooi gebalanceerd, zo tussen enerzijds programmeerachtige vaardigheden, andere kant mediawijsheid. Dus dat je wel een heel mooi product hebt wat in balans is. Heb jij nou ook iets gehad aan andere ontwikkelscholen? Het is sowieso natuurlijk interessant om te horen van andere scholen hoe zij het aanpakken. Sowieso in gesprek gaan met andere scholen is ook wel heel erg interessant, want je kunt heel erg veel van elkaar leren. En ook zeker, ik werk dan op een middelbare school en voor ons was dus echt eigenlijk PO ook wel echt wel belangrijk om daar eens over in gesprek te gaan met hoe pakken jullie het aan, zodat je ook eens even die leerlijn daarin ziet. Dus dat doen we ook nu steeds meer in onze omgeving, juist met die basisscholen in gesprek gaan. Ja. Hey, nou heeft het ontwikkelteam gewerkt met het trappetje eerst een visie ontwikkelen. En daarna een aantal dingen in gang gezet. Is dat ook de methode zoals je het op school moet doen? Ja, zo zijn wij ook wel gestart. Het is natuurlijk wel belangrijk om ook een visie vanuit jouw eigen school te hebben. Hè? Van hoe zien wij dat nou als school? Want je hebt wel je eigen identiteit te zien. En het is ook mogelijk om juist je eigen identiteit te behouden. Ja. Zeker ook om het op lange termijn ook echt geïmplementeerd te krijgen. En moet je verder kijken dan alleen maar een activiteit. Ja, ik zal even naar de vragen kijken of er nog dingen zijn die we gemist hebben. Ik zie dat ik nog een mooi materiaal gebruikt via Lesson Hub. Ja, daar maak ik ook veel goed. Ja. Ja, hebben jullie nog vragen aan ons? Want we hebben niet zo heel erg lang meer. Nee. Tijd is een beetje om, denk ik. Nou, willen jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor dat jullie samen met ons dit webinar hebben willen doen. Als je nog vragen hebt, verwijs ik inderdaad naar curriculum.nu en naar de SLO en de sites daar rondomheen. En we hopen zo snel mogelijk dat we hier met z'n allen aan de slag kunnen. Ja. Gijsbert, bedankt. Sabine, bedankt. Ja, graag gedaan. Fijne middag allemaal. Ja.